Ik ben Koen van der Kroon en ik geef onderwijs op het gebied van Ayurveda en yoga. Mijn connectie met Ayurveda ligt hem in het feit van dat Ayurveda zo'n mooie wetenschap van het leven is. Het bepaalt op een simpele manier van hoe het leven werkt, hoe onze fysiologie werkt en hoe wij als mensen gewoon in elkaar steken. Ayurveda brengt dat op een manier die heel dicht bij onszelf ligt. En daarover praten, daarover onderwijzen, daarmee leven, dat is mijn passie. Stress is volgens Ayurveda dat er te veel lucht door ons systeem waait, waardoor we onrustig worden en ons tegelijkertijd moe voelen, geen energie hebben. Die combinatie is eigenlijk wat je als stress zou kunnen omschrijven. En het is goed om te kijken van hoe kun je jezelf wortel geven, een gronding geven in het bestaan en zorgen dat je lichaam ook voldoende gevoed is en voldoende tegenwicht kan bieden tegen alles wat heel erg bewegelijk is en de dingen kan doen waardoor ook emotioneel mentaal er meer rust ontstaat in het systeem, je zenuwstelsel ook goed gevoed wordt. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen om stress te verminderen. Stress uit zich vaak door het gevoel te hebben van dat alles je te snel gaat. Dat je moe wordt van alles wat er gebeurt. En dat is een teken dat stress de kop op gaat steken. En de kop is een belangrijk woord hier, want vaak ervaren we dan ook dat onze kop de hele tijd bezig is. Dat we voortdurend bezig zijn in ons hoofd om oplossingen te vinden. Terwijl het leven eigenlijk van nature heel simpel is. En de oplossingen zelf kan geven als je er maar de ruimte voor creëert. Dus op het moment dat je in je hoofd voortdurend bezig bent om alles op te lossen, weet je dat je richting stress aan het gaan bent. Een hele specifieke vorm van stress is burn-out. En burn-out, het woordje zelf, zegt het al een beetje. Burn heeft te maken met vuur. Dus als mensen een combinatie hebben van en veel lucht in hun systeem en veel vuur, kan het systeem zich letterlijk opbranden. En opbranden is het Nederlandse woord voor burn-out. Dus dat is een hele specifieke vorm waarbij mensen heel lang kunnen doorgaan onder invloed van de intensheid van vuur. En dan in één keer merken van opgebrand. Alles is afgelopen. Tips om stress te vermijden is zorg dat je regelmaat inbouwt in je leven en een rustige regelmaat. De tijd nemen voor alles, je niet laten meeslepen door alles moet snel en er moet veel gepresteerd worden. Probeer de maat van de natuur erbij te houden en rust in te bouwen, de tijd te nemen voor dingen. Zorgen dat je dingen doet die jezelf gronden, ga een stuk wandelen in de natuur. Ga af en toe even liggen om op die manier ook gronding in te bouwen. En zorg dat je ook je relaties met de mensen om je heen goed en warm blijft houden. Zodat dingen niet te veel onpersoonlijk worden. In stressreducerende theeën die binnen Ayurveda bekend zijn, zitten kruiden die helpen de geest om rustiger te worden. Een goed voorbeeld ervan die we ook in Nederland zeg maar kennen is valeriaan. En dat soort planten, die zijn er veel in de natuur. En als je die op de juiste manier samenstelt en je maakt daar een thee van of anderszins een supplement, dan kan dat heel erg goed helpen om gewoon om de geest om rustiger te functioneren. En yoga oefeningen die in het bijzonder goed zijn bij stress, het is een hele bekende, is yoga nidra of Shavasana. In beide gevallen gaat het over liggen op de grond en dat geeft alweer aan van dat er gronding plaatsvindt. Verder kun je yoga beoefenen in alle stijlen die er zijn, maar er binnen die beoefening aandacht aan geven van dat je meer nadruk legt op gronding. Dus vooral naar de benen gaan, de beweging naar beneden maken en zorgen dat alles wat je aan oefeningen doet, dat daar rust en regelmaat in zit. Buiten yoga is er natuurlijk ook nog aanverwant iets te doen door middel van meditatie en mindfulness. En beide zijn eigenlijk methodes om de geest meer tot rust te brengen. Om meer zeg maar gaatjes te laten vallen tussen de ene gedachte en de volgende gedachte.
En hoe meer gaten daartussen vallen, hoe meer het element lucht gewoon tot rust kan komen in het systeem. Dus zowel meditatie als mindfulness zijn bijzonder goede en effectieve methodes om te zorgen dat rust kan terugkeren in het bestaan. Als je excessief last hebt van stress en je hebt echt klachten door, is het goed om contact te zoeken met mensen die je daarbij kunnen ondersteunen. En dat kan uiteenlopen van lichaamswerkers, mensen die goede massages geven, counselors. En als de stress zodanig is dat je er slapeloosheid van hebt of niet meer goed functioneert, is het ook goed om met de dokter te gaan praten. Zeker als er sprake is van burn-out.